naar de vesting. Naar de vesting is een militair bolwerk geweest vroeger. En als je militairen had, dan had je ook eten nodig. En voor dat eten, voor dat voedsel, waren boerderijen, waren stadsboerderijen. Nu op dit moment, in 2024, zijn er nog maar een paar van die hele mooie oude stadsboerderijen te vinden in de vesting. En één daarvan, die laat ik jullie zien, want die is te koop. Mijn naam is Elle Mouthaan, Elle Mouthaan makerij. En de stadsboerderij die ik jullie laat zien, is de Ganshoutstraat 31. En die ligt dus vlak bij de wallen, maar ook zicht dus op de wallen. En dit is hem dan, Ganshoutstraat 31. De kop van de boerderij die doorloopt in de Pijlstraat, dat is in een ander huis. En kijk eens hoe mooi intact dit Rijksmonument is. De roedeverdeling, de muurankers, het hele vlechtwerk. Het is echt een van de mooiste bewaarde Rijksmonumenten in de vesting. Kenmerkend is ook de voordeur in het midden met links een kamer en rechts nu de keuken. Ja, de zitkamer, dat is natuurlijk eigenlijk wel heel bijzonder met de balken, ramen, heel veel licht. Op een haartje. En een deur naar de tuin. Ja, de tuin ligt iets lager dan het huis en heeft een fantastische zonligging op het zuidwesten. Dus je hebt eigenlijk, 's ochtends komt hij daarop, joef, en daar gaat hij onder. Eigenlijk beter kan niet. Hele fijne bijkomstigheid is de garage die hiernaast ligt. En dat is echt een heel mooi formaat garage waar ook gewoon een auto in kan. Aan de ene kant van de entree zit dus de zitkamer en aan de andere kant zit de woonkeuken. Daar ben ik dus nu. Ook weer met twee grote ramen voor heel veel daglicht. En een heel prettig verblijf om hier gewoon lekker te zitten, te ontbijten, maar gewoon op 's avonds met een krantje, glaasje wijn, gewoon niet zit je gewoon lekker. En hier, kijk, daar op de wallen, daar stond ik net. Dit is ook je uitzicht. Achter deze deur zit wel een hele bijzondere kelder. Op de eerste verdieping een hele mooie, charmante L-vormige slaapkamer met een aantal vaste kasten en ook hier weer een hele leuk uitzicht. De badkamer is groot, aparte douche, toilet zit in een aparte ruimte, hoe fijn is dat? En ook hier weer een fantastisch uitzicht. En deze keer, kijk, op de Grote Kerk. En dan de zolder. Heel charmant, door de sporenkap. Oud, echt mooi oud. Mooi balkenconstructie, een fantastische slaapkamer of een werkkamer. Wil je meer weten over dit bijzondere Rijksmonument in het hartje van de vesting? Ga dan naar Ganshoutstraat31.nl. En wil je een afspraak maken om hier zelf te komen kijken hoe fantastisch dit huis is? Hoe uniek eigenlijk voor de vesting? En misschien wel voor het hele Gooi? Neem dan contact met ons op, want dat kan op verschillende manieren. Ik of een van mijn collega's zien je heel graag hier in dit huis.